Een noodverordening moest voorkomen dat voetbalhooligans de bijeenkomst zouden verstoren. Niet alle aanwezigen kwamen uit Steenbergen, weet ook de burgemeester. Niet als zodanig gegroepeerd, maar kennelijk mensen met die stempel zouden er tussen zitten. Kom je uit Steenbergen? Ik kom niet uit Steenbergen, ik kom uit de buurt van Rotterdam. Maar je bent hier toch heen gekomen om te demonstreren? Ja, dat komt om mijn Nederlandse genoten te steunen. Sommige inwoners van Steenbergen zijn geschrokken van het agressieve sfeertje gisteren. Ik heb het gezien op tv, op het journaal. Wat vond u ervan? Ja, ik schaam me wel een beetje. En dan denk ik, jee, gaat dat over mijn stadje waar ik woon? Nee, dat herken ik helemaal niet hoor. De leuzingen die men schreeuwde naar elkaar, ja, dat vind ik niet echt gepast. Had u het idee dat gisteren nou de groep die het hoogste woord had, die het hardste schreeuwde, dat de gemiddelde Steenbergenaar waren? Nou, of dat niet? Helemaal niet, absoluut niet. Dat waren niet de Steenbergenaren. Nee, die denken er anders over. En dat geluid ontbrak gisteren. De voorstanders voor opvang van asielzoekers werden amper gehoord. Ja, je verwacht misschien dat er ook andere geluiden te horen zouden zijn geweest. Die waren er minder. En of dat nou is omdat men daar niet tegenop wilde of durfde, dat weet ik niet. Maar het was wel redelijk eenzijdig. U bent tot nu toe eigenlijk de enige die positief staat tegenover een AZC. De vraag die de gemeenteraad aan mij gesteld heeft is of ik opensta voor eventueel de opvang van vluchtelingen in deze gemeente. En daar heb ik ook antwoord op gegeven. En ik heb ook meerdere mensen gehoord die daar niet per se negatief tegenover stonden.